Mijn naam is Frits Jansen. Mijn leeftijd 86,5. Ik ben geboren in Veldhoven en ik heb het grootste gedeelte van mijn jeugd doorgebracht op de Nocht, wat nou Den Bovert wordt genoemd, al een aantal jaren, dacht ik. Herinneringen zijn niet uit te wissen. Het zijn in het bijzonder de herinneringen die vaak een gevaarlijk karakter hadden, die in mijn geheugen gegrift zitten en er wel altijd in gegrift zullen blijven zitten. Ik zou graag even willen stilstaan bij het jaar 1940. We wisten dat de bezetters, de Duitsers, in aantocht waren en dat ze al vrij dichtbij waren. Maar we wisten niet waar ze zich bevonden. Het was op een zondag. Ik stond dus helemaal achteraan in de kerk, vlak bij de uitgang. Ik had ook geen zin om te gaan zitten. Na ongeveer 10 minuten daar gestaan te hebben, hoorde ik het gebrom van motoren. De mensen in de kerk die keken nogal angstig om zich heen, maar iedereen bleef zitten, ik niet. Ik ben meteen naar buiten gegaan, want ik wilde zien met wat voor ieder wij te maken kregen. Toen ik buiten kwam, toen zag ik de eerste open Duitse patrouillewagens het kerkplein oprijden. Ik ben er rustig langs gelopen, ze keken mij aan, niet vijandig. Ze zeiden niets, ik ook niet, en ik had ook geen zin om te vragen, hebben jullie een goede reis gehad? Ik ben rustig naar huis gelopen. Het tijdperk van de bezetting van de vele jaren met moeilijkheden was aangebroken. Ik kan me nog goed herinneren, ondanks dat ik toen pas 1 jaar of 12 was. Alles ging op de bom. Alles werd gedistribueerd. Levensmiddelen, brandstoffen en zelfs viesbanden gingen op de bom. Brandstoffen, daar wil ik eindelijk mee beginnen. We hadden al vrij snel in de gaten dat je met die brandstoffen niet ver zou komen. Dat het zeer moeilijk zou zijn om met de hoeveelheden die wij door middel van deze bonnen konden kopen, ontoereikend zouden zijn om dus de winter een klein beetje warm door te kopen. We zouden dus een beroep moeten doen op een andere bron. Die hadden we vrij snel gevonden. Dat waren de bossen in Veldhoven. Ik zal u dit vertellen, het werd zelfs een deel van ons leven. We hebben toen talloze uren, jaar in, jaar uit, tijdens de oorlogsjaren, hebben we dennenappels geraapt. Die werden door ons krutjes genoemd. En ik kan me voorstellen, ons telbare zakken met gevuld met krutjes hebben we geraamd. Niet alleen de zogenaamde dennenappels, de krutjes, maar we hebben ook heel veel hout gesprokkeld. En wat er ook een bezigheid was, die toch al een beetje vermoeiend was, dat was de zogenaamde het wortelhout, de restanten van omgezaagde boomstammen, die hebben uitgespit en losgekapt. Want alles wat brandbaar was, dat werd dus verzameld. Ik kan u dit vertellen, dat toch, wat ik zo even al zei, het werd een deel van ons leven tijdens de oorlogsjaren. Want we hadden al lang in de gaten om te kunnen leven en te overleven bij alles wat we maar konden gebruiken, zouden moeten gebruiken. Want wat we dus kregen via die zogenaamde distributiebonnen, dat was te veel om dood te gaan en te weinig om te leven. Dan ga ik even verder. Wat ook nog op een gegeven moment werd ingesteld, dat was het sperruur. 'S'avonds om 8 uur moest je binnen zijn en alles moest worden verduisterd. Er mocht geen sprankje licht of wat ook naar buiten komen, want, zo zei dat de Ostcommandant, de vijandelijke vliegtuigen, dat waren onze vrienden, die mochten absoluut niets hebben waarop ze zich zouden kunnen oriënteren. Dus alles werd verduisterd en er werd zeer streng op toegezien. Gelukkig, en dan kom ik even op de moestuin. We hadden geluk dat we een grote tuin hadden. Die grenzen helemaal vanaf de Bovert, waar nu een van mijn familieleden woont, tot aan de Gender. En mijn vader had daar van alles en nog wat gezet. Aardappelen, zelfs een stukje roggen had hij ingezaaid van 30 bij 30 meter.
En verder hadden we natuurlijk gelukkig veel fruitbomen. Maar we hadden ook geluk, want mijn moeder die placht altijd, ook voor de oorlog, omdat we nogal veel groente en fruit hadden, alles veel in zogenaamde wekflessen in te maken. Dat waren de bekende glazen flessen met deksel met een rubbering van natuurrubber. Daar werd dan op temperatuur gebracht. Wij bekenden het verschijnsel, trekt dan vacuüm en dan kon je dat voor ongeveer een jaar goed houden. Daar hebben we toch wel geluk mee gehad, want zo hebben we ontzettend veel voedsel, wat we zelf hebben kunnen verbouwen, hebben we daar zo kunnen inmaken, kunnen conserveren. Maar ik herhaal met nadruk dat dat zogenaamde speruur, dat was voor ons toch wel een beetje moeilijk, want meestal plachten de Duitsers, als ze dan een radja gingen houden, kwamen ze na 8 uur, want er waren de mannen en de jongens die waren thuis. En zo hebben ze toch aardig wat mannen te pakken gekregen. We hebben dat ook heel duidelijk kunnen lezen hier in het boekje Veldhoven, hoe heet het weer, Dorp in Oorlogstijd. En er staat allemaal keurig in beschreven. Maar wij, toen op een gegeven moment ouder werden, wij moesten ook vluchten. Dan hadden wij de bogert en dan kwam de gender, dan kwam een stuk beend, waar we ons nu niet meer kunnen voorstellen. Vervolgens de oude loop en helemaal links, dan had je een weiland omzoomd door een strook beend van ongeveer 20, 30 meter breedte. Dat was moerasachtig. En dan moesten wij vluchten. Dus al die mannen en ook jongens, want er waren ook jongens van pakweg 14, 15 jaar, die hebben de Duitsers, hebben die schuttersputten laten graven. Dus vluchten. En dan kregen we, als we een tijdje gezeten hadden, dan kwam een van de dames aangerend dat het weer veilig was. Maar die Duitsers die kwamen dan binnen en dan zeiden ze, die mannen, waar zit die mannen, waar zit die mannen? Maar die vrouwen hadden altijd hetzelfde antwoord, die zenden met de Duitsers mee, die zitten in Duitsland. Dus wij hebben toen ook het liegen zeer goed geleerd. Dat was dat wat het speruur betreft. Maar ze hebben ook, zoals we allemaal weten, aardig wat mannen in Nederland te pakken gekregen, die als dwangarbeider in Duitsland gewerkt hebben. Zoals ik even al zei, wij konden van alles en nog wat verbouwen. Bonen, sla, allerlei soorten fruit, pootaardappelen. Maar zelfs pootaardappelen waren moeilijk te krijgen. En wat deed mijn vader dan? Dan pakte hij een aardappel en die sneed hij zo doormidden dat er in beide delen een oog te zien was. En dan ging die aardappel aan het schieten. Toen ik in het begin zag, geloof ik dat eigenlijk niet zo. Maar ik kan je vertellen, toen wij die aardappelen gingen rooien, dat er werkelijk een heleboel aardappelen aan zaten. Die waren dan wel iets kleiner, maar die werden dan weer gebruikt voor een seizoen later als pootaardappel. Nog iets dat ook wat interessant is en wat nog altijd is bijgebleven. Mijn broer en ik, mijn oudste broer, was 1,5 jaar ouder dan ik. Dan gingen wij op graantocht, zoals dat heette. Dat vertrokken wij vanuit een bogert, weer de bekende route enzovoorts, door het gebied waar nou de scholen staan en waar het sportpark de Kors is. Maar dat was allemaal waar dat akkers en beemd. Niet voor te stellen, maar zo zag het er toen uit. Er lag een flinke pak sneeuw, 20, 30 centimeter sneeuw. Dus mijn moeder die had van witte lakens en kussenslopen had ze ons een wit kostuum aangemeten. Wij konden niet overdag gaan, want dat was te gevaarlijk. Want dan zouden ze ons namelijk zien, die Duitsers, en dan ging je de bak in. En de ouders zeker, want ze waren zeer streng. Dus wij besloten om na speruur te vertrekken, in het donker, naar Knechtsel. Even voorstellen, wat nu allemaal bebouwd is. Er waren allemaal akkers, er waren beemd, flinke laag, zeeuw lag daar. En dan trokken mijn broer en ik door die velden te voet naar Knechtsel, de rand van Knechtsel, waar een boer woonde, die wel bereid was om ons aantal enkele kilo's graan te verstrekken. We hebben gelukkig maar 1 keer dekking hoeven te zoeken, want die patrouillewagens die reden ook van Knechtsel naar Veldhoven, vice versa. En dan die weg, de harde weg zoals je nu kent, die lag daar niet. Dat was een brede, eigenlijk een soort halfgrind sintelweg. We hebben 1 keer dekking hoeven te zoeken met onze witte kleding in de sneeuw. Het was niet warm, dat kan ik u wel vertellen. Wij kregen dus een zakje met enkele kilo's robben. Maar, zo redeneerden wij, we gaan niet dezelfde route terug. Want we hebben toen we gingen een spoor door de sneeuw getrokken. En misschien dat ze dan dachten, hé, dat is iets wat niet klopt, althans volgens hun niet. Toen zijn we dan een paar honderd meter richting Knechtsel getrokken en van daaruit
weer in de richting van de Oude Loop en de Gendel. Ik ben dat nooit vergeten en ik zie het als de dag van gisteren nog voor me. We komen bij de Oude Loop, want nou daar het sportpark de Kos is. Dan zeg je mijn broer, wij gooien die zakjes met roggen over de Oude Loop heen. En dan springen we over de Oude Loop. En toen zei mijn broer, de oudste broer, ik was testpiloot met alles. Ik durfde alles en gevaar zag ik eigenlijk niet. Ook in Indië niet. Ik nam een aanloop over de Oude Loop en ik sprong met mijn hals in de prikkeldraad. Bloed. Flink bloed. Ik heb het Louis nog via de e-mail nog even verteld. Toen hebben we staan te lachen, want we hadden al kennis gemaakt met de hardheid van het leven. Maar ik moet zeggen dat mijn broer iets meer gelachen heeft dan ik. Vervolgens heb ik gezegd, je moet een aantal meters naar rechts gaan, want er is geen prikkeldraad. Zo kwamen we thuis. Maar mijn moeder, die heeft toen toch wel even een huipbuil gekregen, want die dacht namelijk dat de Duitsers mij aangeschoten hadden. Ik heb haar gerustgesteld en gezegd dat het prikkeldraad was. Dat waren de zogenaamde graantochten. Het is niet één tocht, die hebben we meerdere gehouden, ook om melk te halen. Het is voor de hedendaagse jeugd bijzonder moeilijk om voor te stellen wat er toen allemaal gebeurd is. Maar ik heb dat wat ik nu vertel persoonlijk ervaren. Dan kom ik dus op het verwerken van hetgeen we allemaal verzameld hadden. Mijn vader die had voor twee molenstenen, wat ongeveer een diameter 30, 35 centimeter, daar had hij een maalmolen van gemaakt. En dan moesten we ook alles geen clandestien malen. En dan stond er iemand op wacht, zoals je weet, de boot, dat ligt dus ongeveer een dik 100 meter van de grote weg af, van de weg van Veldhoven, zal ik zeggen, Steensel. En er stond iemand, en als je dan het liedje floot, dat liedje was toen de smatlap, hoe ze heten, dat ben ik vergeten. En dan wisten wij, hé, daar komt iets aan wat niet klopt. En dan moest meteen die molensteen, die ging in de attitude zak opgeruimd, zelf bezoek wel, dus je moest altijd op je quivive zijn. Dat was toen helemaal zo. Ik was degene die moest bakken, want ik heb de fout gemaakt toen dat ik één keer goed gebakken had, om dus goede broden te bakken. En we hadden achter de tuin een oven staan. En die moest je stoken met sprokkelhout, wat we allemaal gesprokkeld hadden. En als de stenen dan goed wit waren, dan schoof ik, de bakker, was een jaar of 13, 14, schoof ik die broden in de oven. Maar ik moest ook als wachtpost functioneren, want die reuk, de kinderen die roken dat. En als jongen, jeugdige mensen hadden altijd honger. Want als dan plukten ze zo die stukjes uit die broden. Ik deed dat zelf trouwens ook, maar ik was de bakker zelf. Maar een feit is dat we zo dus al die jaren dus gewerkt hebben ook aan onze eigen voedselvoorziening. En dan moet ik ook even vertellen wat iets zeer bijzonder was. Omdat onze tuin grensde aan de Gender en vervolgens kwam daar de aks enzovoort, kregen wij regelmatig bezoek van koolduiven. En die hebben bij ons allemaal zijn waterloop gevonden, want we hadden achter de tuin meters met boerenkool staan, hoge boerenkoolplanten, zo hoog. En die hadden we zo gezet, schoongemaakt, dat ze boven de sneeuw laag uitstaken. En dan kwamen die koolduiven, die kwamen daar eten, ja, en hadden wij de poort van de kippenkooi, die was ongeveer 3 bij 3 meter, die hadden we daar keurig opgesteld, een bezemstok eronder en een kabel van oude elektriciteitsdraad, kent je dingen met die vezelige prolaria eraan. En als je koolduif dan eronder zat, dan trokken wij en dan sprinten en dan kon weer gebraden worden, hè? Kerstvers, hè. Maar op een gegeven moment hadden we in die gaten bekeken, toen konden er wel 10, 15 patrijzen aangelopen. Die kwamen uit die velden daar, van Knecht die kant daar en zo. Toen zei mijn broer, potverdooi, dit is het, hè. Enfin, wij wachten. En toen hadden we in die gaten dat hier stond, zal ik maar zeggen, dat hek opgesteld. En aan de zijkant staat ook nog boerenkool. Dus die patrijzen die gingen eerst aan de zijkant en enkele onder, ja, dat raam wat we gezet hadden van gras. Maar we hadden natuurlijk een stuk of 4, 5 te pakken. En maar een dag later, toen zagen we in één keer weer 10 of 5, we hadden dus die andere boerenkoolstronken afgedekt met sneeuw.
Dus er kwamen er 10, 15 tegelijk, die kwamen eraan. En toen mijn vader zei, er zit al een stuk of 7, trek nou jongen. Nee, wij lagen half in de sneeuw aan die kamer, mijn broer en ik. Want wij waren altijd degene die dat allemaal moesten doen. Hè? En trek nou, nee. De allerlaatste moet eronder. Wij hadden toen toch al gelukkig geduld. En je weet hoe de gap in die patrijs. En op een gegeven moment zaten ze allemaal eronder. We gaven een ruk en we trokken de kabel kapot. En dan ongeveer een meter of 10 vanaf de deur. Toen ben ik door de sneeuw gekropen. En ik had er helemaal kort broekje aan, want we waren allemaal zo nat. En toen pakte ik die kabel en ik geef een zetje. En jawel hoor. Helaas hebben toen ook die patrijzen bij ons in Waterloo gevonden. En ik kan u dit vertellen, dat wij er zeer blij mee waren. Want mijn moeder, die heeft ze allemaal mee helpen slachten. En die deed allemaal de wekvesten in. En ik moet zeggen, dat we toch wel blij mogen zijn. Dat we dat zo in al die jaren toch van die buitenkantjes hadden. Want ze waren toch wel een welkome aanvulling bij hetgeen we dus ja, eigenlijk veel te weinig ook via die distributiebonnen konden kopen. Nog iets, en dat waren de bladeren van de braanstruik, misschien wel ooit gehoord. Maar wij kregen de bladeren van de braanstruik, die werden gebruikt om thee van te zetten. Dus er was een gat in de markt, dus die bladeren, je moest dus van de braamstruiken met al die doorns worden gestroopt. We kregen voor één zo'n grote zak, kregen 10 cent. En ik kan me voorstellen dat ik kende in Veldhoven en omgeving elke braamstruik. Het was een deel van ons leven. En zo heb ik toch aardig centje bijgediend. Dat waren dan, maar ik heb dus onlangs nog gelezen dat ze medicinaal gezien die bladeren van de braamstruik, die thee, klein beetje gezonder is als de thee zoals wij, laten we zeggen, de koloniale thee uit oude tijden. Op een gegeven moment zo ging dan de oorlog voorbij. Brandende vliegtuigen die we regelmatig zagen en die werden afgeschoten. We hebben het allemaal kunnen lezen hier in Veldhoven dorp in oorlogstijd. En ik moet zeggen, daar ben ik toch wel blij om met dit boek, want men heeft dat werkelijk zeer, zeer goed verwoord in dit boekwerk. Ik ga meteen naar september 1944. Ik zal even een stukje overslaan van die... Nee, ik zal ook eerst even vertellen van die Duitse piloot. Wat daar gebeurde. Dus ik begin in maart 1944. Mijn broer en ik, mijn broer is nog steeds, hij heeft ook nog steeds, hij is nog een echte vliegtuigmaniac. We hadden de gewoonte om elke avond... Dan hoorden we gebrom. En dan konden we aan het gebrom horen of het Engelse jagers waren of Duitse bommenwerpers of wat ook en zo. En ik moet zeggen dat mijn oudste broer daarin toch wel erg goed was. Hij is nu nog steeds een echte vliegtuigmaniac en heeft prachtige toestellen gebouwd. Kijken en turen. Op een gegeven moment, wij wisten ook hoe laat de Duitse bommenwerpers die gestationeerd waren hier op Weldschap in Eindhoven, hoe laat die van een bombardementsvlucht van Engeland, waar ze dan geweest waren, terugkeerden. Ze vlogen dan altijd vrij laag over onze woning heen. Kan ik me nog zeer goed herinneren, heb ik dus vele, vele malen meegemaakt. Op een gegeven moment, wij stonden voor de raam, boven, slaapkamerraam, die uitzicht had op de bossen van Steensel, in die richting, veld over Steensel. En toen, op een gegeven moment, toen kwam de eerste bommenwerp, die kwam eraan. Maar toen horen we niet, zegt mijn broer, die zei, vertooi Frits, zegt hij, dat zijn Engelse jagers en ze hebben er al eentje te pakken. En we horen dus een echt ook herrie, we konden het eigenlijk niet goed identificeren, maar in één keer zagen we dus daar iets aankomen, onze kant op, en toen zeiden wij, ruit, want hij komt recht op ons huis af. Die bommen werpen, die begint te dalen en steeds harder te branden. Inmiddels waren mijn broer en ik, hadden we de trap als glijbaan gebruikt. Dat heb ik ook in dat boek geschreven hier. We hebben de trap als glijbaan gebruikt en naast de voordeur, daar hadden we een lange rechthoekige raam, daar stonden wij. En ik kan u dit vertellen. Ik had het idee
dat hij met zijn een van de vleugels een boomtop raakte bij de familie van Houten, dacht ik. Hij veranderde iets van, het ging allemaal ontzettend snel. En hij brandde flink. En toen trok hij ook die isolatiepotjes, we hadden toen nog een bovengrondse stroomvoorziening, die trok hij uit de muur. En met een enorme, nou, dat ging in een flits, je moet je zich voorstellen, 20 meter hier vandaan. En in één keer ploeg daar een brandende bomenwerper voor je neus. Je neemt dus de kippenkooien, de konijnenkooien, alles neemt je mee. Ging dwars door de grote doornen en heggen heen. Om uiteindelijk bij de familie van de Zanden tegen een hele grote boom aan te knallen. Een van die motoren die vloog eraf en die kwam terecht in de schuur bij Frans Verloon, wat de beheerder was van de Boerenbond. En wat er toen gebeurde, dat kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren. Mijn vader, ik wist dat hij pas later dat hij te maken had met de ondergrondse. En die was al weg. Mijn broer ging op zijn eigen houtje en ik ging ook op mijn eigen houtje kijken. Het was, ik heb er gisteren ook nog echt aan zitten denken, spookachtig. Het was hartstikke donker en de verlichting, ja, die brandende bommenwerper, hè? En die zorgde voor een spookachtig licht. Toen ben ik gelopen door dat ongeploegde gedeelte, alleen, was ik alleen. En toen kom ik achter eerst bij Hofs, die daar woonde, en toen kreeg die tuin wel van de Zanden. En die piloten, die lagen dus her en der verspreid. Een van die piloten, die vonden we met een half geopende parachute in zo'n dikke doornheg. Ik vond het, ik herhaal het nogmaals, spookachtig. Ik was toen een jaar of 14, 15, dat, op dat moment, ja. En ik vond dat ik het wat dat betreft gezien had. Ik hoefde die piloten niet gedetailleerd van dichtbij te zien. Ik heb dat in enige genoeg meegemaakt met trekbomben. Vervolgens, en het ging allemaal zeer snel in zijn werk, komen er dus wagens van de Duitse Weermacht en die hebben toen, laten we zeggen, die piloten meegenomen op een wijze wat wij tegenwoordig niet zouden doen. He, ik bedoel, ze hebben ze dus meegenomen, ze hebben ze als het ware opgetakeld en vervolgens zijn ze vertrokken. Er kwamen wachtposten te staan bij het wrak, wat al nog steeds lag te branden en wij werden natuurlijk allemaal naar huis gejaagd. Je moet zich voorstellen, je staat er als jongen van, laten we zeggen, 14, 15 jaar. Je ziet dus wat er gaat gebeuren. En laten we eerlijk zijn, als die bommenwerper recht op ons was geknald, dan had ik jullie hier geen koffie kunnen inschenken. Pardon, dat heb je zelf gedaan. Maar een feit is dat dit is iets wat ik ook nooit vergeten ben. Mijn oudste broer ook niet. Als mijn oudste broer bij mij bezoek komt, dan zegt hij, Frits, ik kan het beste met jou over zulke zaken praten, want, zegt hij, dat kunnen wij niet vergeten. Wij waren te jong, zegt hij, om dat op een normale wijze te verwerken. Vervolgens kregen we dan de maand september, die voor ons toch wel een iets vrolijker aanzicht kreeg. Want de geallieerden die kwamen steeds dichterbij. Ook dat ben ik niet vergeten. Ik zie nog steeds de vliegtuigen, de activiteit in de lucht tussen Valkenswaard en Lommelbarrière. Maar wat wij ook wisten, dat was dat ze nogal op tegenstand stuitten, die geallieerden daar. Dat getuigt ook dat kerkhof, wat dus dat militaire kerkhof tussen Lommelbarrière en Valkenswaard, wat zich daar in de posten bevindt. Maar op een gegeven moment, toen hoorden we, ze zijn in aantocht. Er zouden dus tanks onderweg zijn binnendoor van Waalre langs de Vlasrood naar Veldhoven, naar de Heerseweg. Daar had ik een fiets, we hadden meerdere fietsen, met antiklapbanden. Zo noemden wij dat dan. Luchtbanden hadden we al lang, fietsbanden lang niet meer kunnen krijgen. En dan hadden we van een afgekeurde brandweerslang, er werden dan rubber stroken gesneden en geknipt. En die werden dan op die velgen heen gedraaid. Zoveel dat er enkele millimeters over waren, dat je dus direct contact had met de stenen en niet meteen
met de velgen. En zo hobbelden wij met dat ding rond. En ik moet zeggen, daar ben ik ook wel een grote kunstenaar in geworden toen. Want ik fietste met die zogenaamde anti-klappers overal naartoe. Ik op de fiets en ik ging dus naar de Heerseweg op. En dan had je vroeger, had je daar de kippenfarm, de kippenboerderij van Menne. Inderdaad. En ik had één dochter en ik kan me goed herinneren, en die heette Mientje. Ja, inderdaad, Mientje mensen. Ik kan me nog herinneren. Ik stond daar te wachten en er was niemand te zien, ik was de enige. Maar achteraf heb ik gehoord dat de meeste mensen die zaten in schuilkelders. Want er zaten ook nog 50 Duitsers in Oerle. Dus als die zich gingen verdedigen, ja, dan wordt er natuurlijk geschoten. Ik bleef dan maar staan. Op een gegeven moment, en dan ben ik, waarom ik dat nooit vergeten ben, is ook het volgende. Ik stond daar te wachten en één keer hoorde ik aan het knassen van die rupsbanden, daar komen ze aan. De eerste kerel die stopt, een meter of vijf van me vandaan, met die bekende spiegelhelmen van de Engelsen, ik had wel Engelsen. En die kerel had ik wapen en die keek me zo aan. Ik ook, en ik keek alsof het een bloedbekozen was en niet dat het geen oorlog was. Toen zei ik, ik had dus wat Engels geleerd van een zeker meester Jan van den Hurk. En die was onderwijzer op school in Eindhoven, in Veldhoven. En toen zei ik, it is not dangerous, het is niet gevaarlijk, karma. Ze knikten, maar ze zeiden niks. En toen hebben ze alle woningen, voor erin, achter eruit, hebben ze allemaal doorzocht. Ik ging dus met mijn anti-klapbanden, ze zagen waar ik dus... Alleen dan vanwege mijn anti-klapbanden, niet gevaarlijk was. Dus ik liep gewoon met al die lieden mee. Ik ben dat nooit vergeten. En waarom ben ik dat niet vergeten? Omdat ik 5 jaar later, toen ik in Indonesië zat, luid was gesneuveld, die was vermist enzovoorts. Ik werd als jongen van 21 was ik zelfs pelotonscommandant. Wij moesten de binnenlanden in. En ik zat in een carrier vooraan met Indische militairen, Laskas, ik spreek nog steeds redelijk Maleis. En deze carrier, zoals hij hier staat in dat boek van Veldhoven in oorlogstijd en zo, die carrier, exact hetzelfde type heb ik toen voorop gereden, de eerste carrier. En toen ben ik uitgestapt en ik maakte het een teken van de stopper, van een hele lange kolonne. En waarom vertel ik dat? Vanwege de school. Ik hoop dat de schoolkinderen dit toch even goed allemaal aanhoren. Ik stapte uit en ik ging... Ik zag daar een lange lood staan, zoiets als daar die schuur bij mijn boer. En ik hoorde iets. Ik dus zwaar bewapend met van alles en nog wat. Ik trek die deur open en ik zie daar kinderen van pakweg 8, 9 jaar, zoiets. Zie ik... op bankjes zitten. En er stond een onderwijzeresje, een jaar of 19, 20 misschien, die stond daar, ja, les te geven. Ik schaamde me eigenlijk een beetje. Het waren allemaal kinderen, een heel aardig, ik zei dus, Lamatjan, goedemiddag. Ze knikten, maar zei niks. Want toen zei ik van, Ito Anak, Blatja Bai, kunnen de kinderen goed studeren? En toen zei ze, Saya, ja. Ik voelde me echt totaal overbodig daar met heel die handel, met al die carries en met de geurschop en zo. Ik heb ze een goede middag gewenst en ik ben vertrokken. Daaraan heb ik vaak moeten denken, waarom? Omdat ik toen op de Heerseweg, diegene die voorop reed, in dezelfde carrier, ik daar zelf 5 jaar later in de tropen, ook zo aan het opereren was. Vervolgens hoorde ik, en dat vond ik ook best interessant, ik zit al een beetje koffie. Er stond een grote tank, schuin over de kerk, voor de woning van een zekere familie Schatz. En de Schatz was een hele grote tank en die was nog groter als die kerkjes die wij gezien hadden. Dus ik weer op met anti-klappers naar het dorp. En inderdaad stond een hele grote tank, een groot Sherman tank, een groot kanon. Die had zijn kanon gericht op de vismarkt, dat is dat kruispunt, weet je wel, Nieuwstraat, Kromstraat, Plank, dacht ik daar. Bij Toontje Prinsen was dat vroeger. En de koepel gaat open. En er gaat een Amerikaanse officier, die gaat daar op zijn gemak zitten. En die keek zo in het rond. En vervolgens zag ik iemand, en waarom vertel ik dat?
vanwege het contrast. Het was oorlog. En er komt daar een man, en volgens mij was het huisgast. Ik heb er later met hem in het bestuur van Groot-Pitt gezeten. En die komt naar buiten met een kopje en een schoteltje. Zo. Het is oorlog en die geeft die aan die officier. En die officier, ik zie de gebaan, die gaat zo zitten. Die pakt dat schoteltje en dat kopje en zoals die 30e dames dat vroeger deden, met de pik naar buiten. En zo ging hij dus op die koppen van die tank zitten. En zo dook hij dat. En volgens mij was dat Harry Schatz die hem toen het enige wat hij had, want we hadden niks, waarschijnlijk is het, moet wel surrogaat geweest zijn, heeft hij dat aan die officier aangeboden. Vervolgens, en dat ben ik ook nooit vergeten, moest ik voor mijn moeder snel naar bakkerij van Kemenade iets halen. Het zou wel niet veel geweest zijn, want de schappen die waren leeg. En dan hoorde ik de tanks aankomen, zware tanks. Dat moet een complete divisie geweest zijn. En wat mij toen opgevallen is, dat is de snelheid waarmee deze zware tanks over de weg reden. Onvoorstelbaar. De ene naar de andere. Ik moest oversteken om naar de bakkerij te kunnen. Ik kon niet oversteken. Ze bleven me doordenderen. En toen heb ik me toch al gerealiseerd, toen ik het allemaal zag, dat die leider van die nazi's in Berlijn, met die gestoffeerde bovenlip, dat die het toch wel erg moeilijk zou krijgen. Want onvoorstelbaar, zoveel tanks als daar voorbij donderden. Dat ben ik ook nooit vergeten. En ze hebben ook, die zogenaamde, was toen een teerweg, toch aardig kapot gereden, die brokken van alle kanten af. Dat was ook iets om nooit te vergeten. Maar nu kom ik op iets wat ik helemaal nooit vergeten ben. De parachutisten zijn toen geland in Son, Veghel enzovoort. Er staat overal in vele boekwerken, staat dat beschreven. En ik hoorde dat de parachutisten in aantocht waren. Ik ga dus met mijn fiets, met anti-klapbanden, loop ik dus weer naar de grote weg. En jawel hoor, en daar liepen ze in ganzenmas. 1,5 meter van elkaar en ze liepen vrij snel. En ik zag ook dat ze aardig moe waren. Ze hadden al flink aan het gelopen. Ja, ik heb je ook. Toen liep daar een knul met een 2-inch mortier. Ik weet dat, want ik heb met zo'n rodding ook in de nuchter geschoten. En toen zei ik tegen hem dat hij dus in mijn beste Engels, wat meester van Huck mij geleerd had, leg dat ding maar op mijn bagagedrager, dan zal ik jouw intocht een beetje vergemakkelijker. En toen heeft hij mij oprecht bedankt. Hij legde meteen dat ding op mijn bagagedrager. Ik dus met de fiets tussen al die parachutisten mee richting Steensel. Maar de mensen die zaten, de meesten zaten weer in de schuilkelder. Want ja, er gebeurde van alles nog wat. Ik schouwde met die parachutisten mee. Toen heeft mijn vader ook gevraagd. Dus in de schuilkelder zaten, waar is Frits? En toen heeft mijn zus Gusta, die heeft ook nog eens 84, die heeft toen gezegd, die is met een groot kanon achter op zijn bagagedrager met een paar statisten meegetrokken. En toen heeft mijn vader voor de zoveelste keer in die periode op mij flink gemopperd. Nu komt het. Wij komen dus bij de steenbakkerij, die is er niet meer, en tegenover de steenbakkerij had je dus, toen hij de grond was, waar nu de sprankel is. Maar wij hadden nogal ervaring wat vliegtuigen betreft. Dus we zagen dus op een gegeven moment die Duitse jachtvliegtuigen met een grote bocht in die steensel. En toen zeiden we hetzelfde wat ook op de computer staat, escape. Dus ik rende met die parachutist de heide in. En ik wist precies waar een groot gat was, want toen ik 10 jaar was, hebben wij nog wat gaten gegraven. En anderen die doken achter de stenen, van de steenbakkerij, achter dingen, en die jagers, die begonnen al te schieten toen ze boven Steensel waren, namens ons onder vuur. En de projectielen die vlogen door de bomen heen en ik zeg u heel eerlijk, een herrie, want elke parachutist die schoot terug. En die vliegtuigen moeten volgens mij toch een zee van gemaakt hebben, een vergiet. Want er werd zo geknald dat ik het gevoel had dat ik echt ontoord werd. Een onvoorstelbare herrie.
Ik zat dus, lag dus in dat gat met die parachutist. Op een gegeven moment hebben we even nog een tijdje gewacht, want de mogelijkheid bestond dat die toestellen terug zouden komen en ons nog een keertje van het een en ander zouden willen voorzien. Ze kwamen niet meer terug. En we hadden toch het idee dat ze toch behoorlijk geraakt waren, hoor, want er is toen behoorlijk geschoten. Toen ik weer op de grote weg stond, toen zei ik die parachutist, ik wens jou een prettige voortzetting van de tocht, maar I go home. Toen kreeg ik een stukje chocola van hem en toen ben ik naar huis gegaan. En toen kreeg ik voor de zoveelste keer van mijn vader op een donder. Maar dat ben ik nooit vergeten, want de projectielen die vlogen werkelijk, want ze hebben die Duitse jabomwerp, die hebben toen werkelijk alle registers opengetrokken. Vervolgens kregen we dus onvoorstelbare grote aantallen eenheden te zien met van alles en nog wat, medische onderdelen, tanks, fan, vol maar in, die allemaal door Veldhoven trokken. Maar voor onze neus, waar ik dus woonde binnenin, kwam een onderdeel medische troepen te staan onder leiding van een arts. En die arts kwam meteen naar binnen om zich even voor te stellen. Een geweldige, aardige man. Hij had dus het een en ander gehoord en toen vroeg hij wat voor voedsel wij in de kelder in voorraad hadden. Toen hebben we de deur geopend en toen hebben we hem de lege schappen laten zien, alleen een kist met aardappelen die al stond te kiemen. En toen, ja, that's all. Nou, dat vond hij niet veel, nee, wij ook niet. Hij ging, toen zegt hij, just a moment please. Hij ging en even later kwam hij met een aantal van die medische soldaten aanlopen, beroofd. Blikken met boter, met kaas, met biscuit had hij ook. Hij had werkelijk van alles wat wij al jaren niet gezien hadden, werd daar bij ons op tafel gedeponeerd. En dat vond ik geweldig. Die man die toen kwam elke avond bij ons even buurt, daar kwam hij een pijpje roken. Dan moesten wij hem vertellen wat er allemaal gebeurd was tijdens de oorlogsjaren. En ik kan me nog herinneren, hij zei, ik in het begin met zaterdag een schijf heb, toen zeg ik, en toen zegt hij, de weesje te zien. Dat is een searchlight, een zoeklicht. En dat heb ik nog onthouden, want dat zei hij. Zo, terwijl hij een pijpje had, of had een bril op. Op een gegeven moment, toen dacht ik, we moeten die, oh ja, hadden het om de grote bijkeuken. Die hebben we ontruimd, en daar hebben we een flinke laag stro ingelegd. En toen hebben we tegen die militairen, die arts gezegd, van, want die zijn, dat personeel van hem, die moest regelmatig optreden, want er werd gevochten, vooral overlopen en zo. Er zijn er toen nog een aantal gesneuveld, dat was iets verschrikkelijks. Toen hebben we stro erin gelegd, een groot zeil eroverheen, dus die militairen, die konden dus, ook als ze s'nachts op pad geweest zijn en dachten die slaap hadden, konden ze daar rusten. Er werd geweldig op prijs gesteld. Vervolgens ben ik op een gegeven moment de tuin ingegaan, daar heb ik een vergiet gevuld met tomaten, want dat was toen nog in die periode, allemaal rijpe tomaten. En gelukkig hadden we een aantal kippen, eieren erbij gereden en die bracht ik naar de kok. En die sprong toen werkelijk een gat in de Nederlandse lucht, want hij kon toen een echt typisch ontbijt klaarmaken voor zijn maten, tomaten, spiegeleien enzovoorts. En dat hebben we vele malen gedaan en dat werd ten zeerste op prijs gesteld. Er zijn ook herinneringen die, hoe moet ik dat zeggen, geen vijanden, maar vrienden die iets kwamen brengen en die iets kwamen wegnemen. Zo is het toch. Nu kom ik dus op even het feesten. Dus na afloop van al die oorlogsparikelen enzovoorts, moest er worden gefeest. De boerenbond die werd ontruimd, die waren er zo mee klaar, maar er lag ook al niks in. Die werd ingericht als danszaal. Nu nog een orkest. Orkesten waren er niet. Die zijn tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond gerezen. We hadden alleen een accordeon, een witte, een hoge, 12 bassen. En mijn oudste broer en ik, wij speelden alles wat los en vast zat, zonder papier, zonder bladmuziek, op, zoals we dat tegenwoordig zeggen, geheur, oftewel gehoor. Wij speelden alles wat los en vast zat. En ik moet zeggen, dat ging een beetje anders dan nu. Tegenwoordig, als een orkestje zit, dan gaan al die handen die gaan omhoog. En dan, nou ja, ik zeg altijd, ze staan ze vlooien net schudden. Maar een feit is, dat toen ging je naar een dame en dan zei je, mag ik deze dans van u? En dan zei ze ja, en dan ging je dansen. Meestal speelt het orkest 3 nummers.
En dan bracht je haar weer netjes terug naar haar plaats. En dan boog je weer en bedankte je. Zo was het toch. Hè? En ik moet zeggen, ik moet aan dit hedendaagse tijdperk, als ik dat vergelijk met toen, daar moet ik toch wel even aan wennen. Na afloop, wij speelden dus gratis uiteraard, er werd niks afgesproken. Het ging alleen maar gezelligheid, harmonie, feesten. Die harmonie, die heb ik teruggevonden vorig jaar september, dat hierin staat, toen ik in Veldhoven was. Daar heb ik echt van genoten. Toen werd er met een pet rondgegaan. En toen ik thuis kwam, en toen had ik een hele grote zakdoek. Dus het geld, dat heb ik inderdaad dichtgeknoopt. Ik kwam thuis, ik zei mijn vader en moeder, nou, dit is van het orkest. Ik had meer gespeeld dan mijn broer. Die was anderhalf jaar ouder, die ging liever dansen met meisjes. En ik stond dan maar in de smatlap. Een Engelse wals, een step, een mas, een tango. Dat waren dus de klassieke dans, weet je wel. En toen ik dit zakdoek omkeerde op tafel, het was mijn vader verbaasd, ik had meer dan 100 gulden. En dat was veel, op die tafel. En toen zeg ik, ik ga vanavond weer. Want ze hebben mij gevraagd of ik vanavond weer kon spelen. Dat heb ik gedaan. Ik wil nu op alle nummers ingaan die ik toen gespeeld heb. Maar wat wij onderhand speelden, en ik heb het ook verteld in Veldhoven, vorig jaar september. Dan kan ik me nog herinneren, en dan speelden we het liedje. Ja, wat speelde je? Ik heb inmiddels alweer contact met iemand die nu alweer bezig is met het vanwege straks. Als we dus het landelijk in Nederland gaan via Henk van den Beer, heeft me daar contact gebracht met een of andere professor die wilde wat wij speelden. Dus ik heb dat contact heb ik al. Dus het heeft allemaal een groot verlengstuk. En op een gegeven moment, ja, dan speelden wij, vertelde ik dan, kleine Greetje uit de polder, kind van het lage land, blond van haar en blauw van ogen, schenk mij toch je hand. En tegenwoordig zou dat klinken, kleine Greetje uit de polder, kind van het lage land, blond van haar en blauw van ogen, met een iPhone en een laptop in de hand. Dat is het verschil, want we hadden toen niet eens geen telefoon. Als we ooit wilden bellen, dan moesten wij naar de familie van Knechtsel, dat was toen het postkantoor, ja, postkantoor van Knechtsel was dat, ja. Dus het is niet te vergelijken met het hedendaagse tijdperk. Nou kom ik even toch nog aan het slot van mijn verhaal, wat toch wel zeer interessant is. Ik heb verteld over die bommenwerper die voor ons huis doorploegde. Jozef Ott. Toen kreeg ik een telefoontje van een van de comitéleden, bestaande uit Jan van den Boom, Louis Schatz en Tom van den Hurk. En ik kreeg van meneer Tom van den Hurk een telefoontje. Hij was erachter gekomen wie de familie was van die piloot Jozef Ott. En dat die familie nog in leven was. Nog een paar broers van deze piloot, dus van deze Jozef Ott. En ook nog een zuster. Die waren in leven en die woonden in Vingenpinten, dat is een dorp ten zuiden van Augsburg in Zuid-Duitsland. En de zoon van Ludwig, dus een van die boers van die Jozef Ott, die had contact gezocht en gekregen met Tom van den Hurk. Die belde mij weer, vervolgens kreeg ik een e-mail en die man heb ik aan de telefoon gehad. En ik moet je dit vertellen. Dat is dan 70 jaar nadat hij dan voor onze neus doorbloedde daar, komt die man aan de lijn en die man was zeer geëmotioneerd. En ik moet zeggen dat het mij ook geraakt heeft. En toen zei hij op een gegeven moment, moment maar, herr Jansen, wie de horen. Zijn die leute niet verbrand? Nee, ze zijn niet verbrand, want we hebben die piloten hebben wij her en der in die tuinen gevonden. Ze zijn niet verbrand. En toen zegt hij, dat vond hij, hij had er echt moeite mee. Die man was echt geëmotioneerd. Toen zei ik, ik kan vanavond mijn broer nog even bellen, mijn oudste broer. Want die heeft, evenals ik en ook mijn vader, heeft hij daar ook rondgelopen. En toen zegt hij, wanneer hoor ik dat dan van je? Ik zei, nou, ik wil eerst even kijken naar de voetbalwedstrijd. Was tijdens de wereldkampioenschap voetbal naar Brazilië-Nederland. En dan bel ik je wel weer even op. De wedstrijd is afgelopen, nog geen minuut en dan gaat de telefoon. Ja, Jozef Ott aan mijn apparaat.
En toen zegt hij, heb je je broer gesproken? Ja, die heb ik inmiddels gesproken. En die zegt precies hetzelfde als wat ik u zo even verteld heb. En toen zei hij echt van, jullie hebben mij een hele grote dienst bewezen, zegt hij. Want nu hebben we toch, zegt hij, het gevoel van dat ze de woningen, de woonwijk ontweken hebben, door de moestuinen geploegd zijn en dat ze niet verbrand zijn. En dan zegt hij, voor mij, zegt hij, maar hij ging dan diezelfde avond nog dat met de familie allemaal doorgeven aan alle die daar nog in leven waren. En toen vroeg je op een gegeven moment, ja, en Jan, je bent toch jij was vrouw? Ja, was. Toen zegt hij, de afstand, hoe groot was de afstand waar u met uw broer stond en dat toestel van Jozef Ott voor jullie neus doorploegde? Toen zei ik, 20 meter. En toen werd hij stil. 20 meter. En ik heb ook in het boek geschreven hier, van Veldhoevedorp in oorlogstijd, dat mijn oudste broer en ik toch wel erg blij mogen zijn dat we dit overleefd hebben, want dat we echt toch wel vele malen door het oog van de bekende naald zijn gekropen. En toen ik dacht, want ik moest van meester Donkers, dat was de directeur van de school, die had tegen mijn vader gezegd, Frits, je moet naar de middelbare school en vandaar kan hij makkelijk verder studeren, want hij kan dat en dat worden. Nou, ik was er helemaal niet mee eens, want ik vond dat dat niet waar was. Maar ik kon niet naar de school in Eindhoven, eenvoudige reden, dat was geen vervoer. Ik kon te voet gaan, dat was de school uit als ik aankwam. Moet je nagaan, als je dat vergelijkt met nu, dat men met een dagopleiding overal terecht kan, het is onvoorstelbaar, maar wij moesten alles invullen. En toen dacht ik, nu ga ik dus beginnen met mijn leven opnieuw op te bouwen. Ik ga van alles en nog wat studeren. Ik had al van alles wat ik bij, want ik was zelf toen ik ging een zogenaamde gediplomeerde boekhouder, dankzij Jan van den Neuk. Maar enkele jaren later kreeg ik een oproep, gekeurd voor militaire dienst, goedgekeurd voor het vervullen van de dienstplicht in Nederland en stond erbij overzeese gebiedsdelen. Toen wist ik de bui al hangen. En had ik werkelijk waar, ik dacht werkelijk, nu is alles afgelopen. Nu gaan we als een eenheid met z'n allen werken. Dacht ik. Dan gaan we alles opnieuw opbouwen, dacht ik. En dan kan ik dat doen en dat doen, dacht ik. Om kort te gaan, ik werd opgeroepen, kwam in Maastricht terecht bij de Universele Zelfstandige Milieucompagnie. En vervolgens moest ik naar de kaderschool, onderofficiersopleiding. Die heb ik niet af kunnen maken, want we moesten hals over kop naar Maastricht, dat wist niet waarom. Mijn vader was in november 1947 overleden. Mijn oudste broer was enkele maanden later in de Indonesië vertrokken. Ik was ook al in militaire dienst, dus mijn moeder die was in een tijdsbestek van enkele maanden 3 verdieners kwijt. Snel moesten wij hals over kop van de kaderschool naar Maastricht. En dan kregen we te horen dat we alles hadden moeten afbreken. Er was te weinig kader. En toen zei die man, die kapitein Nooy heette, ik weet nog hoe die heette, de arme man. En dan gaan jullie morgen naar de Smedestraat en dan gaan jullie spullen halen. Want jullie gaan meteen morgen met inschepingsverlof. Ik had het gevoel of ik een draai op mijn oor kreeg. Toen pak je het papieren, want dan moest je dan netjes in de ene kant je petje, aan de andere kant papieren, moest je overhandigen. En dan ging ik kijken en toen zei ik, jullie zien er allemaal heel goed uit. Jawel, kapitein. Ja, jullie zien er werkelijk perfect uit. Jazeker, kapitein, want je moest me altijd gelijk geven. Toen pak je de papieren en ik keek nog een keertje en toen keek hij. Hij keek steeds, zijn gezicht stond op onweer. En toen zei hij, we hadden enkele maanden gezeten, ontzettend gezellig in de kaderschool. Het hoogste cijfer, zegt hij, is behaald door F. Jansen. Ik stoot met een maat aan van, zie je wel. En toen zei hij, en is niet eens zit je voor een militair vak voor type. Nou, daar konden we dan mee doen. Daar kon ik het dan mee doen. Om kort te gaan, ik kreeg inschepingsverlof, ik kom thuis. En mijn moeder zakte bijna door de grond. Want Frits die ging dus ook. Ik ben dus vertrokken. Ik zie nog goed de straat liep over de joch. Alle mensen kwamen naar buiten. Daar kwam zus van de vent.
een zus van Theo van de Ven, die hier zijn dagboek in geschreven heeft. En die kwam naar me toe, en als een blonde was dat. En ze huilde. En ze huilde. En toen zei ze, Frits, ik heb wat voor je meegebracht. Een pakje met allerlei medicamenten en verband enzovoorts. Misschien dat je dat sinds nodig hebt. Ik heb haar bedankt. En toen is ze huilend naar achteren gerend. Ik kwam altijd daar, want wij maakten altijd muziek. We hadden een eigen clubje met Jan, met Henk van de Ven, Arnold E., Hawaii Gitaar enzovoort. Wij vertrokken. En dan had ik enorm geluk dat ik dus aan boord, ik was een enkele uur aan boord en toen moest ik bij de grote bazen komen. En dan kreeg ik te horen, kapitein Kreinenburg, dat werd een man van de militaire krijgsraad in Indië. En Jan Henning een tekenaar en ik schrijven, wij zouden met z'n drieën de redactie van de Scheepskrant vormen. Nou, dat was net iets voor mij, geen dienst niet, hè. Wij waren van de pers. Ik was van de pers en de jongens uit Veldhoven, Wim Boks en al die anderen die daar op die foto staan hier boven de dingen, over de computer. Die vonden dat geweldig, want Frits Jansen uit de Bogen, die was lid van de Scheepskrant. Vervolgens ben ik dus in Indië terechtgekomen. En ik kan u dit verzekeren. Ik zie nog, wij werden met landingsboten aan wal gezet. In de buurt van Sheripol. En dan zag ik voor mij, het was blauwe lucht, de berg, een dode vulkaan, de Chiremai liggen. Ik vond het schitterend mooi. Maar, toen ik 6 uur later in de binnenlanden, ik wist niet wat ik zag. Allemaal hutten, de mensen liepen half naakt, de vrouwen en zo. Kinderen liepen helemaal naakt. Dus zat ik in het zand. En dat wapen zo op mijn knieën. En ik keek zo in het rond. En dorst, want er was geen aanvoer was hopeloos. Ontstellende dorst heb ik toen gehad. Toen keek ik rond en toen zei ik tegen mezelf. Als je ooit hier levend vandaan komt, dan mag je in je handen kloppen. Want het contrast tussen het schip waar wij vandaan kwamen, met toch alle, zeg maar, westerse invloeden, zeg maar, en in één keer het contrast van daar midden in de binnenland. Hè. En wij zijn daar naartoe gestuurd om orde en vrede te brengen en we kwamen in een vuile guerrillaoorlog terug. Het is mijn maten die zeggen nu nog, het is onvoorstelbaar dat jij het overleefd hebt. Je loopt in hinderlagen, je wordt omsingeld door 200 guerrilla's, je bent met 12 man. Ik heb me niet uit laten roken. Ik had de vuurdoop in Veldhoven al gehad, tijdens de oorlog. En ik kan u dit vertellen, toen ik thuis kwam, mijn broer kwam 3 weken eerder thuis dan ik. Dat ben ik onder andere vergeten, nooit vergeten, laat ik zo zeggen. Ik had een hond, zo groot. Zwart-wit. En toen ik uitstapte, ik ben binnen door. En mijn broer zei, man, ga niet in de auto langs de weg staan. Frits heeft gezegd, ik kom binnen zoals wij vroeger die tochten gemaakt hebben, mijn broer en ik, over de Gender. Leg maar een postel klaar. Toen zei mijn moeder, Frits, die komt voor. En er stonden honderden mensen te wachten, want er kwam weer een jongen uit Indië thuis. Ik zei tegen die chauffeur, ik moest eerst Harry Verstraeten inleveren van mijn onderdeel, want die hadden ze dus door zijn darmen geschoten gehad en zijn tepels afgeschoten in Oorschot. Ik kreeg van zijn opa zo'n grote sigaar, die ik net natuurlijk aangestoken, maar ik kon er niet tegen, toen ik vertrokken naar buiten gedeponeerd heb. Vervolgens Kees Willems, die leeft ook dat, die komt hier met zijn vrouw. Een jongen afgezet in Steensel, die ook gewond was. Ik was gelukkig niet gewond bij het Mariebeeldje. Dat had je vroeger, als je van Veldhoven is, het Mariebeeldje. Die gingen wij altijd repeteren in de bossen. Ik zei die chauffeur, linksaf. Hij zegt, ik ga de bossen in. Ja, dat klopt. En rechtsaf. Ik stop in de bomen en wat is er te zien? Niks. Helemaal niemand. Want die stonden allemaal aan de grote weg. Mijn moeder, allemaal. Wie komt daar de tuin uit? Mijn oudste broer, die 3 weken had op Sumatra gelegen. En die komt dus uitgewandeld. Zo fris, ben je er eindelijk? Ja, je bent er al aan, dat zie ik. Ja. Toen komt met een hond, waar ik altijd mee ging wandelen. Roosje, zwart-wit. En dat ben ik toch nooit vergeten. Hij ziet mij, zijn haren gingen recht overeind staan. Hij komt naar mij toe.
Hij bleef aan de gang. Minutenlang draaide hij rond mijn voeten. En hij heeft constant gejankt. Hij was zo blij dat het baasje weer terug was. Toen zei mijn oudste broer Arnold, ik heb jou in Indië nog leren kennen. Nou ga ik toch jouw moeder, maar mijn vader was al overleden, en jouw broers en zusters halen. Dus hij ging op die, in die bocht staan, daarachter bij de familie Jacobs. En toen riep hij, man, Frits is hier. En toen kwamen ze allemaal, al die mensen, ik denk wel een paar honderd, aangerend. En zo, dat was mijn terugkomst. Maar ik heb nog iets meegemaakt, ik weet niet of ik er nog tijd voor heb in Indië, wat ik nooit vergeten ben. Op een gegeven moment, hoeveel minuten heb ik nog? Ja. Nog, Piet van der Linde. Zo heette die jongen, die gesneuveld is in Indië. Er komt iemand naar mij toe. Een jongen en die zei, we hebben gevoetbald in Garoet en op de terugweg zijn we zwaar beschoten, want we kregen beveiliging van de rekkies. Voorop reed een panzerwagen, die koepel die gaat open en die jongen die pakt zijn mitrailleur en begint te schieten. Maar 30 seconden zeg je en toen werd hij dodelijk getroffen. Moet je ook vragen, zegt hij. Jouw broer, waar zit hij? Ik zeg, op Sumatra, een paar duizend kilometer hier vandaan. Maar waarom vraag je dat? Omdat die knul, zegt hij, die heette Piet en die kwam met veld over. Toen dacht ik, dat is Piet van der Linde, die ken ik heel goed. Ik wist me geen raad, ik mocht dat niet naar Nederland schrijven, stel voor dat het niet waar was. Toen hoorde ik weken later, want mijn moeder die schreef mij dat Piet van der Linde gesneuveld was. Maar mijn neef, de enige zoon van mijn oom en tante Eindhoven, was ook gesneuveld. Dus mijn moeder, die was de koning te rijk dat zowel mijn broer als ik het allemaal overleefd hadden. En dat zou je niet verbazen als ik aan het slot van mijn verhaal ga vertellen. Als ik al deze perikelen die ik in mijn leven ervaren heb, de revue laat passeren, dan mag ik niet alleen in mijn handen klappen, maar op de grote trom slaan. Dank u wel.